Nou, we hebben de hele dierentuin, jongens. Ik heb even alles bij elkaar gelegd. Oh, iedereen reageert echt zo leuk. Echt leuk. Maar Aagje heet dus in het echt... Goedemorgen en wat leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas. Het is vandaag dinsdag. En gisteren hadden wij een hele emotionele en zware dag. We hebben dus afscheid moeten nemen van een dierbaar iemand. En dat was heel verdrietig. Het was mooi, maar ook verdrietig. Want dat is zoiets altijd. En Marco ligt nu nog heerlijk te slapen. Die is vandaag, heeft hij even alles gecanceld wat hij had in de ochtend qua werk. Dus ik heb hem op bed laten liggen. Ik ben wel wakker om wat dingetjes te doen. En vanmiddag hebben wij een rondleiding bij een kinderdagverblijf. Het tweede kinderdagverblijf waar ik ga kijken voor Marco. De eerste, want hij kon vorige keer niet mee. Maar ik denk wel dat dit ook een hele leuke gaat zijn. Dus ik ben benieuwd waar de keuze uiteindelijk opvalt. Misschien ook wel een beetje afhankelijk gewoon van wachttijden die heel lang zijn. Dus we gaan ook gewoon wel bij meerdere inschrijven. Maar het is wel fijn om even een beeld erbij te krijgen. En ik ben heel erg benieuwd naar vanavond. Want dan komt onze gender review online. En dan ga ik de première live doen. Dat heb ik al een hele tijd niet meer gedaan. Volgens mij voor het laatst met de trouwvideo. En vind ik nu alweer leuk om een keer te gebruiken. Oh, zo, die zat even goed dwars. Ik heb mijn standaard ontbijtje gemaakt. Kwark, muesli, framboosjes, blauwe bessen. Moet nog een keer niezen, ongelooflijk. Oh, oké. En ik ga even wat vlogs kijken. Ik loop nogal achter. Ik heb nu de vlog van Bonnie opstaan. En nou, moet ik nou nog een keer niezen? Mooi weer morgen, zeggen ze dan. Oké, even stoppen. Goedemorgen, lief. Heb je lekker geslapen? Is het nog morgen? Het is nog wel net morgen. Ik heb je tot zo lang mogelijk laten liggen, 11:30. Werd je echt pas net wakker ook? Kan je dat niet zien? Ja, weet je. Ik ga koffie voor je zetten. Lekker. Nou, we hebben wel even het zonnetje te pakken, hè, schat? Ja, wel lekker. Ik had net mijn handschoenen aan, want soms als het zo helder is, is het heel koud. Vergeten. Maar het is niet echt koud. Ja, ik merk het ook. Ik zit ook een beetje te knijpen. Enorm zelfs. Maar goed, ik vind het wel heel lekker. Het waait ook niet. Ik heb veel liever dit dan de regen en sowieso, keiwind. Sowieso. Ja, en ook gewoon goed om even aan de wandel te gaan. Ook gewoon voor fijn. Je stemming en even... Ja, is lekker. Komt goed uit eigenlijk dat we die afspraak hebben. Dat stimuleert je dan weer om even eruit te gaan. Op zo'n moment, op zulke dagen. Dat is ook wel fijn. We hebben de rondleiding gehad op het kinderdagverblijf. En we waren echt heel erg positief, toch schat? Ja, dat was echt wel leuk. Ik wilde op je leunen, dat zag er heel cash, heel awkward uit. Ik ben bezig, het is mij maar. Nee, het was echt leuk, toch? Ja, het was echt mooi. Het zag er mooi uit. Een hele fijne sfeer vond ik er hadden. Alle medewerkers oogden heel ontspannen. Ja. Dat vind ik ook altijd wel fijn. De kinderen ook. Lekker orde, ja. Ja, de kinderen waren heel rustig. Precies. En het is natuurlijk altijd een momentopname. En er waren ook echt, was ook wel een kind aan het huilen en zo. Maar het is meer dat je gewoon voelt dat die medewerkers het idee hebben dat ze het onder controle hebben. Dat kindje was ook echt net gevallen. Ja, dat was heel nou, dat was een kindje die net kon omrollen. En ja, die had rolde onder die... Die was van streek, want die had zich omgerold en die kon niet meer terug. Dat is ook best kut. Maar anyways, ik dacht opeens... Inmiddels hebben we volgens mij best wel wat babykleertjes en ik had zoveel zin, wat eigenlijk heel onverstandig is, want deze lade is vrij georganiseerd, om even te kijken wat we nou eigenlijk allemaal hebben al. Ja, ik weet niet. Ik heb zelf eigenlijk nog heel weinig gekocht. Ik zal jullie het even zo een beetje vertellen en laten zien. We kunnen nu wel iets gerichter gaan shoppen, omdat we nu weten dat we een dochtertje verwachten. Tot nu toe was alles heel neutraal en ik wil ook geen... suikerspinmeisje of zo, maar soms zie ik wel eens van die schattige mauve tinten die ik toch leuker vind bij meisjes of gewoon jurkjes.
En die kan ik dus nu wel lekker gaan shoppen. Dus dat is wel heel leuk. Maar goed, ik zal jullie eventjes de buit laten zien. Nou, daar gaan we dan. Achterin hebben we het berenpakje die een beetje op de groei is gekocht. Die heb ik wel zelf besteld. Hetzelfde geldt voor dit schattige herfstrompertje. Die vond ik heel cute. Daarachter ligt het wolkenpyjama pakje van Bonnie en Lotte. Dan deze die ik van mijn moeder heb gekregen. Heel lief. En ik heb van de vriendin van mijn vader ook een heleboel gekregen. Super schattig met dit waslijntje. En nou ja, dit is een soort set dat bestaat uit een broekje, een topje, een rompertje. En dan is dit gewoon een basic wit rompertje. En heb je hier nog het rompertje met het waslijntje. Deze heb ik zelf gekocht om Marco de zwangerschap zeg maar bekend te maken. Dit hebben we van vrienden gekregen. Deze van de zus van Marco. Speentjes had ik al gekocht. Ik ben nu nog meer blij met de kleur. Ik vond ze gewoon unisex al. Maar hè, ik vind het nu nog wel iets geschikter. Misschien stiekem. Deze hebben we dubbel gekregen. Het is een heel schattig mutsje. Maar mijn schoonzus is ook zwanger. Dus dat is super leuk om aan haar te geven. Dus ik ga gewoon eentje aan haar geven. Nou, ons baby krijgt sowieso geen koude voetjes. Want dit is onze sokkenverzameling tot nu toe. Ja, dat zijn deze. Ook echt heel schattig. En die zijn weer wat kleiner. Dus dat is super handig dat we echt wel wat verschillende maatjes al hebben. Nou, we hebben de hele dierentuin, jongens. Ik heb even alles bij elkaar gelegd. Dit is met een soort van dat rijst erin of zo. Dat voelt, en hij voelt heel lekker zacht. Een olifantje, een tessel, schaapje, ook mega zacht. Het aapje met magnetische handjes van Marijn. Tackle van mijn zusje. Konijntje van Bambino. Met knisperoortjes en van de Action. Dit is een soort, ik denk een zebraatje. Ja, ook een knisperbeestje. Die had ik zelf gehaald, dus dit is helemaal leuk. En dan hebben we ook nog deze bal van Nijntje. Hydrofieldoeken van Nijntje. En hier nog wat zalfjes en dingen die ik kreeg in een soort gratis pakket dat ik had aangevraagd. En in deze doos zitten allerlei flesjes en zo. Dus die hebben we ook al redelijk binnen. En ook nog wat andere dingen. Dit is een voedingskussen. Dit is een knuffeltje. Moet ik er even uithalen. Als toetje heb ik mijn lievelings Ben & Jerry's Strawberry Cheesecake. En ik was al even aan het kijken. En jullie zijn al allemaal massaal aan het reageren met wat jullie denken dat wij krijgen, een zoon of dochter. Zo ontzettend leuk. Echt heel leuk om te lezen. Maar ik ga nu nog even snel 10 minuten Atypical afkijken. En dan ga ik helemaal full on mee chatten. Wow, jongens, het is insane. Er kijken 1500 mensen. Het is nu net begonnen. 1500. Ik ben zenuwachtig terwijl ik al weet wat de uitslag is. Zo raar. Wow, niet normaal. Ik kan het niet eens bijhouden. Een meisje. Nee. Oh, iedereen reageert echt zo leuk. Echt leuk. Ik ben helemaal aan het trillen. Terwijl, ja, ik weet niet waarom, maar gewoon altijd bij dit soort dingen. Schat, je weet toch al lang wat het wordt? Ja, maar gewoon hoe iedereen reageert en zo. Wordt echt een papa's prinsesje, zegt hij. Nou, inmiddels staat de video een uurtje online en hij wordt echt heel positief ontvangen. Super leuk. En het is zo bizar, maar het lijkt wel dat sinds wij weten dat we een dochtertje krijgen, dat ons dochtertje denkt, weet je, het is nu tijd dat jullie, of dat jij in ieder geval, me iets beter gaat voelen. Want gisteren om ook deze tijd voelde ik het ook echt. Het zijn nog niet schopjes te noemen, mijn placenta ligt voor. Dus ja, de baby is nu nog niet sterk en groot genoeg dat ik het heel duidelijk voel. Maar ik merk wel echt dat die plopjes, die worden wel gewoon wat duidelijker en sneller naar elkaar voel ik ze. En het verplaatst nu ook iets van helemaal de zijkant naar richting mijn navel. Dus ik begin gewoon steeds wat meer te voelen. En dat vind ik echt zo leuk. Gewoon het idee dat ze lekker aan het bewegen is en zo. Echt heerlijk. Trouwens, we hadden een codenaam bedacht, hè, voor ons kindje. Weet je hem nog? Nou, niet een codenaam. Nee, mijn zusje die maakte altijd een grap vroeger bij het kerstdiner. En die vond mijn oma, mijn lieve oma, altijd heel geweldig. En die grap was dat er een aagje in haar buik zat als ze gewoon een beetje zo'n foodbaby had. Oh, yeah, dan zei ze, nou aagje zit er weer hoor. Dus wij kunnen onze baby aagje noemen. Ja, we noemen bij voorbaat noemen we het nu eventjes aagje. Dat, voor de duidelijkheid, dat wordt dus niet de naam, maar hè, aagje het is. Dus zo maar, kunnen we het nu zeggen, als we af en toe niet de baby willen zeggen. Maar aagje heet dus in het echt, toch?
Ik verstond het niet, maar ik geloof dat je het goed zei. Oké, okay, nee, is goed. Zei je het echt goed of zei je het heel anders? Ik zei het gewoon goed. Ik ben blij dat je het heel zacht zei. Ik weet niet eens probeer het maar eens. Ik weet niet eens of ik dit er eigenlijk in durf te laten. Straks kunnen mensen lip lezen of zo. Ja, maar als ik nou zo zit. Dan zet je zo. Dan kunnen ze het toch helemaal niet zien. Oké. Nou ja, risky wel. Nee, komt helemaal goed. Ik ben wel heel benieuwd. Misschien kunnen we gewoon even vragen of ze de naam die ze denken dat wij ons kind gaan geven even hieronder kunnen achterlaten. We zijn er dus al bijna zeker over uit. Heel licht zo van, ja, we hebben nog de tijd, dus wie weet. Maar we zijn wel echt super blij eigenlijk al hiermee. En al een tijdje hebben we dan dat we soms een andere naam hebben. En dan denk ik, nee, dit is wel het mooist. Maar ik ben dus heel benieuwd wat voor soort naam jullie denken dat wij mooi vinden. Dus als je durft, I dare you, laat eventjes een gokje achter. Ik ben benieuwd. Ik heb net de finale van Holland's Next Topmodel teruggekeken. En daar heb ik echt heel erg van genoten. Ik vond het echt een heel leuk seizoen om te kijken. Met super leuke mensen allemaal. Ik zal niet spoilen wie er heeft gewonnen. Maar ik vond Lenny vanaf het begin een heel, heel toffe meid. Met leuke humor. Zulke bloedmooi. Marcus, zo'n beleefde jongen. En ook echt model. Jay, echt iets charismatisch en iets ethisch of zo. Vond ik ook weer heel leuk. Ook iets een beetje kinds wat heel puur is, vind ik. En ik vind Kim Veenstra ook een geweldig lieve vrouw. Dus ik vond het zo leuk dat zij ook ging fotograferen en zo. En ook haar commentaar nu weer. Ja, echt van genoten. Ik vond het echt een hele leuke finale. Ho, ho, ho. Well, what do you want for Christmas? Het is nu tijd voor de adventkalenders. En we zijn bij vakje 20, jongens. 20. L'Occitane. Ja, ik kijk heel scheef. De eerste die ik beet had, die kant, daar zit het in. En wat hebben we hier? Hier hebben wij een mini shampoo. En de mini conditioner, die had ik al in een eerder vakje. Dus super handig, nu heb ik een setje. Dan is het tijd voor de kalender van de Body Shop. En hier hebben we nummer 20. Heel schattig hondje. Het ruikt echt heel lekker. Misschien weer zo'n badbomb of zo. Ja, inderdaad. Maar dit is weer een andere. Dit is de Vanilla Delight Bath Bomb. En die ruikt echt super lekker winters. Heel warme geur. Douglas. Best een groot vakje vandaag. Er zit een tubetje in. En dit is de Spirit of Asia Calming Hand Cream. Goji Berry and Bamboo Milk. Ik wil eigenlijk even ruiken. Ik ga even het folietje. Wel heel benieuwd. Ik vind hem echt super lekker ruiken in ieder geval. En nummer 20 van Maybelline. Misschien weer een nagellakje. Ja, oeh, echt een prachtige rood zeg. Love this. Volgende keer als ik mijn nagels ga laten doen, ga ik zo'n soort donkere rood kiezen. Ik vind dit heel mooi. Dit is nummer 352. Downtown Red. En deze is ook wel echt perfect voor de feestdagen. Hele leuke booties. Ik heb zulke leuke kalenders dit jaar, jongens. Ik vind het echt heel leuk. Ik ben benieuwd welke jullie tot nu toe het leukste vinden die ik iedere dag unbox. Laat het vooral hieronder even achter. In ieder geval ga ik nu lekker slapen. Ik ben gelukkig wel een beetje opgeknapt en heb weer wat positiviteit gekregen. Ja, toch mede ook wel doordat de gender reveal online is gekomen. En ik vond het eerst heel dubbel om te doen. Doordat we dus gisteren zo'n hele zware dag hebben gehad. En ja, vandaag is eigenlijk ook nog heel zwaar. Maar aan de andere kant, ja, is dat wel hoe het leven is, zeg maar. Het is heel dubbel soms en dingen gebeuren, ja, door elkaar heen als het ware. En het heeft mij en Marco ook wel juist ook weer even wat extra opgebeurd of zo deze avond. Dus ik vond het heel fijn. Dus bedankt dat ik ook zulk lief publiek heb en leuk publiek. Ik hoop dat jullie morgen weer gezellig kijken naar een nieuwe Vlogmas. En dan zie ik je graag dan.